Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ga ik de Garret Apex updaten. Ja, is het aan mij om de hele procedure te laten zien? Ja, misschien wel, misschien ook wel niet. Want als je kijkt op de website waar je het moet gaan downloaden, daar staat eronder een heel mooi introductiefilmpje over hoe je het moet doen. Dus stekkertje erin, noem het allemaal maar op. Dus ik ga hem updaten. Ik laat jullie natuurlijk wel zien wat ik doe. Ik ga het scherm van de computer laten zien. En eigenlijk ben ik gewoon veel nieuwsgieriger naar de opbrengst van de update. Als we kijken naar het scherm. Dus als we kijken naar de website. Daar staat dan verbeterde algehele stabiliteit. Nou, dat gaan we zien. We gaan kijken of dat zo is. Snellere en nauwkeurigere grondbalans in zoutwater. Nauwkeuriger lokaliseren. Ja, daar heb ik zelf ook nog nooit zo'n probleem mee gehad met de Apex. Dus of het nou nauwkeuriger is of niet, het ligt bij mij toch altijd wel in mijn kluitje. Dan, meer onderscheidende tonen om goede doelen beter te onderscheiden van ijzer. En die vind ik nou wel heel interessant. Ik vond dat de Apex korte tonen had en één. Dus een hele monotone metaaldetector die ervoor zorgde dat net dat fingerspitsgevoel, dat miste deze metaaldetector. Dus ik ga kijken of dat beter is geworden. En dan achtergrondverlichting wordt tijdelijk ingeschakeld tijdens het wijzigen van uw menu. Lekker belangrijk. Ik zoek altijd overdag, dus ik zie toch wel wat er op het scherm gebeurt. Dus er zijn twee dingen waar ik eigenlijk naar geïnteresseerd ben. En dat is het sneller, nauwkeuriger grondplansen. En dat staat dan wel in zout water. Maar dat zou dan ook ten goede van de algehele grondplans moeten zijn. En de onderscheidende tonen om goede doelen beter te onderscheiden van ijzer. Goed, we hebben de update gedaan en ja, wat ik als eerste ga doen is even kijken wat de verschillen zijn. Nou, als we kijken naar de modus, de zoekmodus, je hebt nu 0, coins, US coins, jewelry, relics en custom. Ik zet hem op 0, want in mijn beleving was 0 degene die ja, op zich het meest gevoelige was op verschillende soorten geluidjes en bijgeluidjes. Hij staat nu op 3. Ik ga hem straks wat verhogen, maar omdat mijn camera nu zo dichtbij is, ja, dan hou je het bijna niet meer. Dus zodra ik mijn camera heb neergezet, zal ik deze verhogen tot zo hoog mogelijk. En dat zal waarschijnlijk het laatste of het ene laatste streepje zijn. Ik ga naar verwachting beginnen van hoog naar laag. Dus we beginnen met een hoge toon, dat is groot zilver. Dan gaan we een minder hoge toon doen en dat zal waarschijnlijk de grote koperen zijn. Dan gaan we naar een klein zilvertje. Dan gaan we naar een gouden ring. En dan gaan we naar ijzer. En ik zal langzamerhand het ijzer erbij pakken om naast de andere targets te leggen.
Wat ik voornamelijk gemerkt heb, is dat er een toon bijgekomen is. Die hadden we al. Dat is dezelfde toon. Die hadden we ook al. Deze is erbij gekomen. Het is maar een heel klein beetje anders. Maar het is wel een toon extra en die zal echt wel goed doen op het veld. En dit is het ijzer. Ik snap natuurlijk heel goed dat dit totaal niet zegt. Voor mij wel, voor mijn beleving ook wel, omdat ik die tonen nu gehoord heb en omdat ik gezien heb wat hij doet. En ja, maar gaandeweg het zoeken kom je er pas echt achter of zo'n update heel veel gedaan hebt en of dat heel positief voor jou werkt. Ik kijk er wel positief naar uit, maar ik keek al positief uit naar de Apex. Ik vind het gewoon een hartstikke leuke metaaldetector. Ik mag er graag mee zoeken. Maar als die update nou nog meer brengt in de zin van stabiliteit en toonverbetering en ik zag een extra optie erop zitten. Ja, dat zijn allemaal dingetjes die dan nog weer meer naar je toe komen. Dus ik kijk daar heel positief naar uit. Ik kan er alleen pas natuurlijk echt wat van zeggen op het moment dat ik er ook echt mee gezocht heb. Ik heb jullie een klein beetje laten zien dat die er is, hoe je het ongeveer moet doen en wat die ongeveer erbij heeft gekregen. En nu is het aan jullie als Apex-zoekers om daar zelf ook achter te komen natuurlijk. A challenge. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.